Hey, je ziet me hier. What up? Yo gasten van AlmoesNormaNL, mijn naam is Barend en jullie kennen mij hopelijk nog steeds. Ik zit namelijk weer eens voor mijn camera, op een andere manier dan dat ik anders voor mijn camera zit. Ik ben Twitch partner geworden en nu nog YouTube partner worden, of een vinkje op YouTube natuurlijk. En dan zijn we helemaal compleet en dan kan ik stoppen. En op vakantie. Nee, maar even serieus. Ik ben weer met een nieuwe video. En weer een fingerboard video voor jullie. Ik heb namelijk een nieuw pakketje. Ik heb een pakketje gekocht. Ik heb namelijk weer eens van Flatface besteld. Vroeger had ik namelijk een 29 mm Flatface setup. Die ik het meest gebruikte van al mijn setups. Omdat het een heel chill boordje was. Nou, en toen dacht ik van, ik heb inmiddels Burning Wood, Yellow Wood. En Flatface is natuurlijk ook een van de iconische merken van fingerboarden. Nou, die moet ik natuurlijk unboxen. Ik doe dit ook voor jullie. Omdat jullie, zeg maar, iets niet hoeven te doen. Ik kreeg namelijk vandaag een mooie briefje in de post. Niet mijn pakketje. Nee, €40 invoerkosten wat erbij komt op een boordje. Nou ja, naast het boordje heb ik ook Flatface wielen gekocht. En nog een setje Black River Ram trucks. Omdat ik merkte dat ik nog wel een setje trucks miste. En omdat ik die wielen van Flatface ook heel graag wil proberen. Ik weet niet welke kleur het boordje is. Dat is het mooie. Ik heb een random board selector gekozen. Dus het is voor mij nog een verrassing welke kleur board erin zit. Ik ben heel benieuwd. We gaan hem openmaken. Ik kan het pakketje zelf niet heel te veel laten zien. Want er staat overal een huisnummer en dergelijke op. Ik ga hem open knippen. Ik vind het wel weer leuk. Het is een lange tijd geleden dat ik weer iets heb besteld voor fingerboarden. Zo ziet het eruit, de binnenkant. Ik weet nog niet wat erin zit. Nou ja, ik weet wel wat ik heb besteld, maar laten we hier eens weer beginnen. We hebben stickers. We hebben de Flatface sticker. Nog een Flatface sticker. Nog een Flatface sticker. En ik ga natuurlijk zo meteen alles in close-up laten zien. Even kijken. Dan ga ik gewoon weer graaien. En dan pak ik eerst nog meer stickers. Yo, maar deze vind ik cool. Yo, SpongeBob en Patrick aan het fingerboarden, what? Yo, die is cool, die ga ik hier leggen. Dit is de eerste coole sticker die ik ooit heb gezien. Hier nog een sticker, katje, fingerboardje, dit. Oh, dit is ook wel gaaf, Flatface, fingerboard. Oh jongens, ik ben wel een beetje zenuwachtig voor het boordje. Oké, weet je wat, ik fuck it, ik pak hem gewoon. About this fingerboard, developed by professionals. 5-plies of hand-selected woods, handcrafted with precision. En ik zie dus de verkeerde kant. Ik heb de verkeerde kant. Jullie weten al welk kleurtje het boordje is. Ik ga hem omdraaien en ik hoop dat het een toffe is. Een groene? Sick? Nice? Met nog... Wow. Oeh, met oranje plies? Oeh, die ziet er wel tof uit. Sick? Het doet me gelijk denken aan mijn Almost Normal boordje. Maar dan zonder het Almost Normal logo. En dan vind ik deze toch wel mooier. Oeh, hij is wel clean hoor. Clean boordje. Laat ik hem even openmaken. Wat voelen. Flatface fingerboards. Een groen boordje. Oké, ik ga wel eerlijk met jullie zijn. Ik hoop dus stiekem op een donkerbruine of een blauwe. Die vind ik wel heel erg gaaf. Oeh, maar uit het pakketje. Hij glinstert wel lekker hoor. Oeh. Deze is wel gaaf. En de Flatface boards, ik zal het zo meteen allemaal in close-up even goed laten zien. De kicks zijn vrij lang en hoog. Oh, ik denk dat ik een nieuw favoriet boordje heb hoor. Heel gaaf. Heel mooi. De oranje plies in de binnenkant. Nou, dat hebben ze natuurlijk gedaan omdat ik uit Nederland kom, waarschijnlijk. Super vet. Oeh, die ben ik. Oké, we gaan kijken. We gaan verder in de grabbelton. Wat heb ik hier? Een sticker. En wat heb ik nu? Oh, gelijk de wielen ook. Wow, die wielen zijn heel lijp. Wow. Nou, hier zijn gewoon de Black River Ram trucks. Die kennen jullie in het mooie pakketje. Wel erg duur, maar het zijn het wel waard. En ik ben benieuwd of er ook nog een extra Black River Ram stoel in zit. En hier heb ik de Dual Durometer Flatface wielen met zwart en wit. Dat vond ik wel een hele gave kleurcombinatie. En ben benieuwd. Ze lijken best klein. Wow, ze zijn wel gaaf. Ze zijn wel gaaf. En dan heb ik er nog wel wat extra dingen in zitten. Even kijken, wat zit er nog meer in het pakketje. Let's see. Het pakketje is op één sticker na. Is die nu leeg? Hier ik hem weg. Een FPS sticker. Oeh, glinsterend. En ik zie dus nu één probleem. Ik heb een boordje gekregen, maar geen rip tape. Flatface, what the fuck? Ik heb geen rip tape gekregen. Ik heb een boordje van $40 betaald. En ik heb geen rip tape gekregen. Nu is dat op zich niet erg, aangezien ik echt
nog weet ik het hoeveel riptape heb liggen. Maar stel nou, dit is je eerste setup. Oeh. Ik ga denk ik maar een bericht sturen naar ze. Alright, hier hebben we de Black Riff Rems trucks. Die kennen jullie natuurlijk. 34 mm. En ja hoor, ja hoor. Let's go, let's go. Hier zit nog natuurlijk stickers en papiertje. En een nieuwe Black Riff Rems stoel. Die ik super chill vind en die ik ook altijd gebruik voor mijn andere setups. Om hem op te bouwen. Kijk, hier heb ik hem. Deze is veel chiller dan zo'n tech deck ding. En ik ben wel blij dat hij erbij zit. Dus hier ben ik blij mee. Maar die rip tape, dat valt me alweer tegen. Alright, ik ga eventjes jullie meenemen naar de close-up. Ga ik hem even neerleggen. Gaan we het zien. Alright, zoals jullie hebben gezien, hier is dan de setup. Hij ziet er echt wel tof uit. Hier de close-up van het boordje. Hij is heel shiny, wat hem echt wel heel erg tof maakt. Dit is de andere kant. En ook die kant is echt lekker shiny. Het ziet er super tof uit. Heel mooi gelakt. En de zijkant is, zoals jullie kunnen zien, heel mooi oranje. Wat wel tof is natuurlijk, Nederland oranje, dat is wel grappig. Ik denk ook dat ze daarom deze hebben gekozen misschien. Maar het is een heel mooi boordje. Ik heb daar een flatface sticker. En ik denk dat ik die flatface sticker er ook op ga plakken. Om hem gewoon wat extra flair te geven. Dan heb ik hier natuurlijk de twee Black Riff Rems trucks met de cel hun eigen tuning. Ik ga denk ik groene tuning kopen natuurlijk. Alhoewel het oranje en het oranje aan die echt super tof matcht. Waardoor dat een hele toffe combo wordt. En dan de flatface wielen natuurlijk. De dual durometers. Ik ben heel benieuwd hoe ze rollen. Ik heb er goede verhalen over gehoord. Ze zien er in ieder geval super tof uit. Ik ben best wel blij met dit paar. En ik denk ook wel dat ongeacht ik hem of deze setup of een andere setup doe, dat deze kleurtjes heel mooi uitkomen. De Black River Trucks tool natuurlijk. En de toffe SpongeBob sticker. En dan hebben we hier de rest van de zooi die ik mee heb gekregen. Maar ja, dat is gaan we niet gebruiken. Ik moet zeggen dat ik best wel een beetje baal dat er geen rip tape bij zit. Ik denk dat ik gewoon wat Yellowwood tape ga gebruiken. Omdat ik merk dat ik dat de chillste vind. En dat ik er wel een klein streepje in ga doen. Zodat ik weet wat de voorkant en de achterkant is. Al denk ik dat die ongeveer wel hetzelfde zijn. Nou, ik ga hem even in elkaar zetten. Ik zie jullie zo meteen als die in elkaar zit. En dan ga ik hem vergelijk een kleine review geven. Nou, daar zijn we weer. En hij zit in elkaar. Zoals jullie kunnen zien, hij is in elkaar. De rip tape zit erop. Ik heb Yellowwood rip tape gebruikt uiteindelijk. En de rip job is best wel goed gelukt. Om heel eerlijk te zijn. Ik vind het best wel tof geworden. De onderkant ziet er ook cool uit. Het is gewoon clean. Het is een netjes boordje. Als je het zo ziet, ziet hij er ook echt heel cool uit. Wel blij met hoe de looks zijn van het boordje. Maar ja, ik heb dus geen rip tape gekregen. Dat is het enige. Ik heb er nog geen trick mee gedaan, maar wel even mee gereden. En dit is dan ook gelijk het volgende probleem. Want luister goed. Hoor je dat spinnetje of zo erin zitten? Rikketikke, rikketikke, tik, tik. In een van deze wieltjes zit dus een tikkie of zo. Ik weet niet wat het is. Maar dat is echt balen. En daar stoor ik me wel aan. Helemaal omdat ik er, nou ja, heel erg veel geld voor heb betaald. Dus dat vind ik erg jammer. Maar we gaan nu eens even kijken wat ik ermee kan doen qua trucje. Oké, dan gaan we nu de first strike kickflip. Hopelijk landen we hem gelijk. Ja, nou, moet zeggen. Als ik het zo voel. De pop van het boordje is wel echt lekker. Het voelt wel lekker. En ook om heel eerlijk te zijn, als ik hier zo op rij, hoor je niet heel erg die deeltjes. Dus dat is wel beter. Maar hij heeft echt wel insane pop, dit boordje. Dus dat is wel heel erg chill. Maar nu moet ik kijken. Nu moet ik zeggen dat ik al een tijdje niet echt heb gefingerboard. Dus dit is wel even weer wennen. Maar hij voelt wel goed aan. Alright, dat was de fingerboard unboxing vanuit Flatface. Ik heb het boordje nog even wat meer uitgeprobeerd en dit is een beetje mijn review nu. De Flatface fingerboard. Ja, het boordje zelf heeft veel pop. Dat komt omdat de kicks wat hoger staan. Waardoor ik hem makkelijker eroverheen krijg. Het heeft natuurlijk ook te maken met de wieltjes die wat kleiner zijn. Maar daardoor heb ik wel echt wel een goede pop. Ik denk dat dit boordje heel erg chill is voor de mensen die net beginnen. Omdat de kicks ook wat hoger zijn. Hij is goed breed. En ik
Persoonlijk denk ik dat ik deze veel ga gebruiken. De riptape, ja, die zat er niet bij. Dat was gewoon erg jammer. Dus ik heb Yellowwood riptape gebruikt. Persoonlijk ook wel echt de beste die er is voor mij. Maar ja, ik had graag hun eigen riptape willen proberen. Dus dat is balen. De wielen zelf, ze rijden super smooth. En ik vind ze ook echt wel chill. Ik vind het alleen jammer van dat tikje wat erin zit. En ik weet ook niet of dat de bedoeling is. Ik denk het niet. Ik ga kijken of ik het wel kan fixen, maar ook dat vind ik wel een beetje jammer. De Black River remtrucks, die zijn natuurlijk gewoon goed. Die kennen we. En over het algemeen vind ik het boordje, de hele setup met het oranje en natuurlijk de oranje tuning van de Black River remtrucks echt gewoon een hele toffe combo samen met het groen. Mooie kleurcombinatie. En ja, dat is gewoon heel vet. Ik ben wel echt wel blij met dit boordje. Ik ga hem ook veel gebruiken. Voor vandaag was dit een beetje de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Binnenkort eventjes een toffe compilatie van wat ik hier allemaal mee heb gedaan. Dank jullie wel in ieder geval voor het kijken. Ik vond weer super leuk. Ik ben er blij mee. Wil jij hem kopen? Ik kan het aanraden, maar ik zou dan toch zeggen, koop alleen het boordje, want die invoerrechten zijn erg veel. Hoe meer je koopt, hoe meer invoerrechten erop komen. Verder vind ik het jammer dat er geen riptape bij zat, dus als je er eens gaat kopen, ja, je kan een berichtje achterlaten. Zet er dan ook even bij, please don't forget the riptape, want het is wel handig als je riptape krijgt als je geen riptape bij de hand hebt. Ja, dus ik ben in ieder geval blij dat ik wel nog riptape bij me had. Omdat ik hem dan in elkaar kon zetten gelijk. Had ik dat niet gehad, dan was zo'n probleem geweest. In ieder geval, dankjewel voor het kijken van deze video. Ik hoop dat ik jou snel weer zie bij een volgende fingerboard video. En natuurlijk ook gewoon normale video's. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat natuurlijk even weten in de reacties. En zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!